2 uur, 11 minuten, 30 seconden. Frank Futselaar, heb jij gedroomd van deze getallen afgelopen jaar? Ik heb de afgelopen jaren meerdere malen gedroomd van 2 uur, 11 minuten en 30 seconden. Want ja, dat is de limiet naar de Olympische Spelen. Ja, en die heb ik nu gehaald. En dan loop je afgelopen zondag in Valencia. En dan haal je precies die limiet. Hoe doe je dat? Ja, dat ik na 2 uur, 11 minuten en 30 seconden precies over de finish viel. Ja, dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken. Het was kielen. Het was heel spannend. Maar ja, het is hoe het is. En ik had geen seconde langzamer moeten zijn. En hoe heb je het gevierd? Hoe heb je het beleefd? Na de finish van de marathon in Valencia kon ik meteen in de handen van mijn vriendin vallen. Die stond daar. En mijn vader die fietste zelfs mee langs het parcours. En ja, gelukkig was daar de horeca nog open. Dus hebben we zeker even een biertje gedronken en zijn we uit eten geweest. En is jouw sportjaar toch een vreemd sportjaar voor velen? Is dat nu geslaagd? Ja, mijn sportjaar 2020 is volledig geslaagd. Ik heb persoonlijk records gelopen op de 5 kilometer, 10 kilometer, halve marathon. Ja, en dat ik de limiet loop op de marathon voor de Olympische Spelen, dat is absoluut de kers op de taart. Dus mijn sportjaar is geslaagd. En dan tot slot, gaan we jou ook echt zien op de Olympische Spelen in Tokio? Ja, het is nog niet helemaal zeker dat ik mag starten op de Olympische Spelen in Tokio, want er mogen per land 3 mannen meedoen aan de marathon. En ik ben de 3e snelste namens Nederland nu. Dus er zou nog iemand sneller kunnen zijn. Maar ja, ik heb zelf ook in het voorjaar nog een kans om mijn eigen tijd te verbeteren. Dus het is nog niet helemaal zeker, maar ik heb wel aan de eisen voldaan.